Ja, meneer Van den Burg. Voor de laatste keer het pontje richting de Stopera. Ja, dat is, het is een bijzondere dag, ja. Ja. Heeft u goed geslapen? Nee, ik heb heel slecht geslapen. Ja, het is goed, het voelt ook goed. Maar het is ook wel heel bijzonder. Want het, ja, 32 jaar, ik ben 53. Dat betekent meer dan de helft van mijn leven heb ik in de Amsterdamse politiek gezeten. Of het nou was in de deelraad in Zuidoost of op de Stopera. Ik vind, je moet streven naar een samenleving waarin mensen die alle kansen hebben gekregen in het leven, zoals ik, ook de vrijheid hebben om dingen te kunnen doen. Maar dan moet je wel goed zorgen voor de mensen die niet al die kansen hebben gekregen. En dat is dus waarom ik altijd gezegd heb van, ik kies dan wel voor de zorgwelzijnsportefeuille. Ja, dus die linkse Erik van den Burg, die was eigenlijk ook al vanaf het begin? Ja, die was er ook al vanaf 1987. Kun jij zo even naar de deur lopen om mij met een AT5-ploeg binnen te laten? U heeft alles al moeten inleveren. Nee, ik heb mijn pasje vergeten. Ja. Goedemorgen. Nou, daar gaat hij dan. Ja. Daar gaat hij dan. Werd raadslid, fractievoorzitter en uiteindelijk natuurlijk wethouder. Ja. Ja. En dat was wel uiteindelijk toch wel de kroon op het politieke in Amsterdam. Zeker. Ja, nee, dat was natuurlijk wel ik als jongetje, toen ik besloot de politiek in te gaan, dat was mijn droom. Dat wilde ik heel graag. Ja. Ja. En zelfs nog even burgemeester. Ja, dat was ook heel bijzonder. Ja. Ja. De aanleiding was verschrikkelijk, het overlijden van Ewart. Maar ik vond het heel bijzonder om een paar weken dat te mogen doen. U gaat mij nog veel in de stad zien. Want ik ben Amsterdammer, ik hou van deze stad. Maar vanmiddag is het laatste moment in het stadhuis. In de rol die ik heel lang met heel veel plezier heb vervuld. Gaat u droog houden vandaag? Weet ik niet. U kent mij, hè? Dat wordt lastig, denk ik.